Onze landgenoot Michael Olbers hanteert het startpistool bij de 1000 meter voor de dames. Als wij gaan kijken naar de rit tussen Bonnie Blair en Shelley Reed. Bonnie Blair in een ultieme poging om toch nog op het erepodium te komen. Na drie afstanden staat ze immers op de vierde plaats. En ze zou dolgraag Christine Aftink van die derde plaats verdrijven. Aftink komt in actie in de rit hierna. Die zal alleen moeten rijden, dat is jammer. En Blair zal dus een tijd moeten zetten. 18-7 is overigens de opening. En die is niet slecht. Nee, wat deed Bonnie Blair vorig jaar op het wereldkampioenschap? Toen won ze die laatste afstand. En je zag vanochtend al dat ze beter reed dan gisteren. Een betere 500 meter in verhouding. Blair zal in haar eindtijd 76 honderdste van een seconde sneller moeten zijn dan Aftink straks. Om onze landgenoten nog van het podium af te houden. Dat wordt dus het spanningsveld van de volgende rit. Blair op 600 meter, 50 rond. En dan geeft het toch al toe. Blair gooit al heel snel twee armen los. Normaal doe je dat op het laatst op de kruising. Maar zij deed dat al ruim een ronde voor het eind. Bonnie Blair laat uiteraard Shelley Reed ver achter zich. Maar de tijd is niet goed genoeg, denk ik. 1.23.91 voor de Amerikaanse. 1.25.46 voor de Canadezen.